Hallo mensen van Banyantown, welkom bij een nieuwe video uit de Banyo Studio. Jazeker, welkom. Hallo, ik ben Bardo. Hey, ik ben Rick. Hey, kijkertjes. Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie dan? Goed hoor. Met ons gaat het super, want wij hebben iets binnen van jullie. Nog meer fanart. En dat is natuurlijk het allervetste, het allerleukste, dat wij dingen van onszelf kunnen bekijken wat jullie hebben gemaakt. Dat is echt goed voor mijn ego dit. Ja, precies. Dat mensen de moeite doen om mij te tekenen. Pak jij de eerste? Ja, ik pak hem gewoon hoor. Oh wow. Weet je waar we dit aan doen denken? Doen we denken aan die video die we hebben gemaakt met China, dat we de oorlog verklaren in China. Volgens mij is dat deze ook. Ja, want wat was het ook alweer? Ja, dat was geloof ik dat de Chinezen een DDoS-aanval deden op onze Minecraft-server. Iets in die richting, ja, het ging echt nergens over. Ja, en toen had ik een video gemaakt dat ik de oorlog verklaarde aan China. Omdat we een DDoS-aanval. En daar waren mensen echt boos over. Echt waar? En ik vind het tongetje daar zo mooi. Het tongetje, ja. Die nog net open mocht. Detail. Perfect. En dan hier. Wauw! Jodie versus Rick, ik vind hem tof. Dit omvat de eerste twee video's die we nu gedaan hebben. Of waar zit die bliksemschicht voor? Ja, we hebben Spleef gedaan en Draw My Thing en dan de T-Worlds. Dus Draw My Thing en T-Worlds zitten erin. En dit is geen racebaan wat eronder loopt? Geen idee. Ik vind hem wel tof in ieder geval. Ik vind hem ook helemaal gruwelijk. Vet! En dit is volgens mij is deze ook eerder met deze stijl hierin gekomen. Alleen wij weten de naam hiervan niet. Wat tof als je de naam erbij zet, dus dan kun je erkenning krijgen. Precies, pak jij de volgende? Ik pak zeker de volgende. Oh, die is deze is half gedrukt. Ik pak oké, deze is wel goed. Allemaal namen, Banyo. Hey, dat is mijn naam! Zo! In 3D, hè? Wel 3D. Ben geabonneerd. Ja, dit is. Oké, dit is cool. Doe jij de volgende? Dat is een grote hoor. Een grote jongen. Grote, ja? Oh, dat is Banyo Kum. Dat is hem. Nou, natuurlijk. Moet er een keer van komen. Banyo Kum, Banyo Town, Team Slof, Piemel op onze gezichten. Het is wel fijn dat wij met z'n tweeën zitten en dan precies deze hebben, weet je wel. Ja, maar weet je wat ook op me opvalt? Het lijkt wel een beetje alsof hij mij daar per ongeluk Bugs Bunny tanden heeft gegeven. Nou, inderdaad, maar niet. Hij heeft ze zo perfect op mijn bek gezet gewoon. Ik heb Bugs Bunny tanden. Ik heb een hele grote streep over mijn gezicht. Ja, jij bent gewoon een blaad. Oh, yes. Ja, man. Maar we zijn met precisiewerk. Ja, ik ben. Oh, wat leuk. Wauw. Dit is kunst. Oh, je staat wel gewoon in ook. Slechtste fanart ever. Nou, nee, ja, dan mag het. Dan is dit. Als je het erbij zet, dan mag je dit soort slechte fanart sturen. Doe jij de volgende? Oh, wauw. Wat heb je? Oh jee. Oh, dit is nog wel. Banyo Town represent. 10 don'ts. Hashtag respect. Voor de afvalvlog. Oh. Banyo Movies, een kroontje. En weet je, serieus, ik heb nog steeds. Ook als ik op straat loop, echt zoveel mensen die tegen mij beginnen over die afvalvideo. Dus als je maar eens ziet beginnen over die afvalvideo, dat is voor mezelf. Nee, voor de rest valt het me op dat eigenlijk alles wat hierin staat, Bardo is. Ja. Koning Woody Woody. Maar dat is mijn fame. Series op mijn kanaaltje. Sorry bro, ik vind hem wel echt gruwelijk. Bedankt voor deze tekening en er staat weer geen naam bij. Nou, moeten we wat aan gaan doen. Nou, welke is het? Pokémon! Pokémon! Ik vind het wel. Oh, hoorde je dat daar? Dat was de lightsaber die daar tegen muur. Ach ja, nu hangt de lightsaber scheef. Maakt niet uit. Het is een Charizard en een Pikachu en een Lapras en een Snorlax en een Haunter. Ja, ik wist ze ook, ja. Ja. Waren ze. Ik zie Jordi staat er geloof ik echt. Nee, ben ik het niet mee eens. Nee, het is allemaal voor Jordi dat ze bij het. Nee, dat heeft ermee te maken met Jordi doet in zijn Pokémon les bij Frank alleen de Pokémon die Ash heeft gevangen. Dit is dan zeg maar zijn team volgens mij. Ah! Hij vangt helemaal niks behalve deze Pokémon. Serieus? Maar Jordi had eerst een cup moeten doen, vanuit ben Jordi. Fuck, ik ga heel raar doen. Echt, ja, dat is Jordi. Jordi is zo'n geeky koppige. Op een gegeven moment moet hij dan verder in de game en dan moet je 30 Pokémon gevangen hebben. Nou, dan stopt de serie hier, want ik ga geen 30 Pokémon vangen. Dat is Jordi, hè. Ja, of hij gaat dezelfde Pokémon vangen als die Ash heeft gevangen in de serie, zo kinderachtig. Ja, zo kinderachtig. Die jongen wordt nooit verwacht. Ik ga even kijken de laatste. Oh, deze is mooi. Is een pareltje, afsluiten. Ja, dit is. Ik laat hem eerst zien aan de kijker. Oh. En dan hier, Rick, ja? Ja. Ik moet zeggen, ik ben niet teleurgesteld. Het rare is, onze hoofden zijn er nog redelijk goed opgepakt. En ook, dat je waar is Yuri en dat twee keer Yuri op die plankjes. Het is echt gewoon van, er was geen ruimte meer voor Yuri, dus flikker hem maar op de plank. Er waren maar vier dubbies. Er zijn 5 teletubbies, is het niet? Dipsy, Lala, Po,
Nee, er zijn er vier, maar je hebt ook die stofzuiger in het huis. Ja, maar je hebt Dipsy, Lalapo en Tinky Winky. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, dan heb ik het. Dan heb je die stofzuiger in het huis en dat had Yuri kunnen zijn. Ja. En props voor de Ice Rocker, want hier... Nee, je hebt ook de zon, hè? Niet te vergeten. Oh, de zon, die had Yuri kunnen. Yuri had de zon kunnen zijn. Oh. Maar je kan ook, wat ik even duidelijk wil maken is dat nieuwe logo. Hun hebben het nieuwe logo van Banjo-Town. Applaus. Eindelijk fanart met het nieuwe logo van Banjo-Town. Dat is waar we het voor doen. Ik vind de foto's ook al goed uitgekozen. Vooral die van mij, echt een lekkere boze man. Nee, jij bent... Jordi, die is Po. Ja. Het is moeilijk op te maken. Want jij bent Tinky Winky. Jij bent de faggot. Ik ben de faggot. Het zal weer een weekend. Hoort erbij, Rick. Oh god. Risico van het vak. En dit was de allerlaatste fanart. Ik over de tafel heen komt, of niet? Dat doen we nu niet meer. God, al machtig. We willen jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als jij fanart hebt, stuur dan een e-mail naar bayamovies@gmail.com hier links al. Wow, hij heeft hem even goed, die Rick. Wij zijn er morgen weer om 12 uur op Banjo-Town. Dat wil je natuurlijk niet missen. Missen! Je gilt expres even extra hard wat ik wou zeggen. Ja, ik bevel elkaar aan. We zijn bloedmoeders. Godverdomme, man. Bedankt voor het kijken naar deze video. En we checken jullie later. Later.